Berichtbaar is niet op waarheid. Er is geen enkel besluit genomen dat de tweede paas geen vrije dag meer is. En als dat besluit zou zijn genomen, dan zou de minister van Binnenlandse Zaken een bericht hebben uitgegeven. Maar dat is niet gebeurd. De regering heeft geen enkel besluit genomen. Een afdeling van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zou ook niet dat besluit kunnen nemen. Dus het is een bericht dat niet op waarheid berust. Van waar dat bericht dan, denkt u? Momenteel naar 1 april toe koersen. Dus ik denk dat het bericht in die sfeer gezocht moet worden. Het zal wel een 1 april grap zijn. En nogmaals, de regering heeft geen enkel besluit genomen om tweede paasdag af te schaffen als nationale vrijdag. Ik ben er niet ingetrapt. Nou, dat niet. Maar ik werd wel gebombardeerd met ondernemers en anderen die vroegen als het bericht wel op waarheid berustte. Oké, dat is duidelijk. Dus de mensen die zich hebben voorbereid op een extra long weekend, vanaf morgen tot en met maandag, die kunnen gerust zijn dat dat nog gewoon doorgaat. Ja, die kunnen gerust van hun paasweekend genieten. En ik wil die uiteraard ook een vrolijk Pasen toewensen. Maar misschien kunnen we toch nog even aansnijden, want in dat artikel dat heel erg lijkt op een 1 april mop, wordt er toch wel gesproken over een onderwerp dat vaak ter sprake komt en dat is de arbeidsproductiviteit met alle nationale vrije dagen die we hebben in Suriname. Denkt het ministerie daar ook zo over? Wel, arbeidsproductiviteit in Suriname is zeker een issue. Vandaar dat we op dit moment bezig zijn om het Centrum voor Innovatie en Productiviteit, kort genoemd CIP, te operationaliseren. Er is onlangs een directeur aangetrokken. We moeten ook andere medewerkers aantrekken, zodat we toch wel op korte termijn het CIP haar activiteiten kunnen laten uitvoeren. In het kader zijn we ook op zoek naar assistentie, technische assistentie van de ILO, International Labour Organization, omdat die toch wel beloofd hebben ons te zullen ondersteunen met de operationalisatie van de CIP. En wat zou dat in de praktijk moeten inhouden? In de praktijk zou dat inhouden dat de CIP bij bedrijven, maar ook bij de overheid, metingen zal doen voor wat betreft de productiviteit. En op basis daarvan de bedrijven of de overheid zal adviseren over hoe de productiviteit verhoogd kan worden. En een van de voor de hand liggende oplossingen is natuurlijk teruggaan in het aantal vrije dagen. Wel, dat hoeft niet zozeer een van de meest voor de hand liggende oplossingen te zijn. Want er zijn andere manieren om de arbeidsproductiviteit toch wel te verhogen. Maar ook de productiviteit van bedrijven in het algemeen. We weten dat vele bedrijven voor een kleine markt produceren. Dat gaat zeker ten koste van de productiviteit. Terwijl als je voor een markt van 14 miljoen of groter produceert, dan kan dat zeker de productiviteit van het bedrijf ook ten goede komen.